Een ondernemer neemt op 1 oktober 2013 een bedrijfsmiddel in gebruik met een aanschafwaarde van 100.000 euro. Het staat vast dat als gevolg van een snelle economische veroudering het bedrijfsmiddel relatief snel zal moeten worden vervangen. Voor welk afschrijvingssysteem zal de ondernemer hier op basis van goed koopmansgebruik kiezen? En hoe wordt de grootte van de afschrijving bepaald? Het is de ondernemer in dit geval toegestaan het systeem van afschrijven op basis van de boekwaarden te hanteren. Als gevolg van de ingebruikname op 1 oktober 2013 komt voor 2013 3/12 van het jaarbedrag in aanmerking. Wat is het verschil tussen dit systeem en het systeem van afschrijven op basis van een vast jaarlijks percentage? Bij het systeem van afschrijven op basis van de boekwaarde is de afschrijving de eerste jaren hoger dan in latere jaren, waardoor in principe de winsten over die jaren op een lager niveau liggen dan die in het daaropvolgende. De besparingen uit de fiscale winst houden daardoor gelijke trend met de economische waardedaling. Bij het systeem van afschrijven op basis van een vast jaarlijks percentage is de afschrijving ieder jaar even hoog. De winsten worden nu jaarlijks door deze afschrijvingen beïnvloed. Oefenopgave 2. H. Groot verkoopt zijn onderneming op 31 december 2012 aan D. Klein. De balans per 31 december 2012 ziet er als volgt uit: Activa, bedrijfsgebouw 200, inventaris 60, goederen 30, debiteuren 25, kas 15, balans totaal 330. Passiva, kapitaal 135, egalisatiereserve 20.000, hypothecaire lening 150.000, crediteuren 25.000. Aanvullende gegevens. De werkelijke waarde van het bedrijfsgebouw bedraagt 350.000 euro en dus niet 200.000 euro. En de werkelijke waarde van de inventaris bedraagt 80.000 euro en dus niet 60.000 euro. De heer Groot is met de heer Klein overeengekomen dat aan goodwill 75.000 euro zal worden betaald. De heer Klein betaalt de werkelijke bedragen en de goodwill aan de heer De Groot. De werkelijke bedragen. Bereken de belastbare stakingswinst. De berekening gaat als volgt. Eerst worden de stille reserves berekend. Op het bedrijfsgebouw bedraagt dit 150.000 euro. 350.000 min 200.000 is 150.000 euro. Op de inventaris 20.000 euro. 80.000 min 60.000. Vervolgens is er een vrijval
van de fiscale reserve, à 20.000 euro. Aan goodwill wordt ontvangen is de meerwaarde in verband met winstgevendheid, klantenkring, 75.000 euro. De totale stakingswinst bedraagt nu 265.000 euro. Afgetrokken hierop mag nog worden de stakingsaftrek, artikel 379, die is 3.630 euro. Waardoor uiteindelijk de belastbare stakingswinst bedraagt 261.370 euro.